Oh ja. Ja, hè? Wat een tikkie. Boefjes. Ik hoop dat jullie het kunnen waarnemen en kunnen horen. Maar de bomen zitten vol met, ja, zwarte vogeltjes. Een hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer Thursday, donderdag. Donderdag 3 februari en we leven alweer om 14:55. Dus ja, de tijd houdt geen schoft als je zelf stil zit. Maar ik had vannacht wederom slecht geslapen. Onderhaast wat wakker. Ik had nog 8:30 weer zien worden. En ik was nog zo moe. Ik denk, nou, weet je wat? Dat was nog ver voor 8:30. Ik laat de meiden even buiten. Even in de tuin en ik maak even een broodje klaar en ik neem wat lekkers voor de meiden mee en voor Kandalfie. Naar boven heb ik mijn broodje lekker op zitten, peuzel op bed en de dames wat lekkers gegeven in Kandalf. En dan ben ik weer lekker in slaap gesukkeld. Ja. En later belde Karin mij en dat was al 12:00 geloof ik. Maar toen was ik misselijk, omdat ik gewoon nog moe was. Ik denk, nou, bekijk het allemaal maar. Ik heb aan niemand verantwoording verschuldigd. Dus ik blijf lekker nog even liggen. Dus zo van die doende ben ik er net uit. Maar ja, ik had nog het een en ander boven ook te doen. Dus dat heb ik ook gelijk gedaan. En nou staan we op het punt dus de meisjes weer uit te laten. Maar ik heb nog meer te doen. Want ik heb nog oude medicijnen. Dat moet terug naar de apotheek. Ik heb een heleboel batterijen, moet terug, tenminste terug, dat moet ook weggebracht worden. Nou, de apotheek is tevens ook een afleveringspunt voor batterijen, dus ik breng daar gewoon dan ook naartoe. En daarna zou ik trachten te proberen om Karin te gaan bellen. Er is er ook één aan de deur geweest, zie ik. Of is dat nog van gisteren? Kan. Nou, dat regel ik zo meteen wel. Ik heb geen bel gehoord, nee, want hun... De dames die zijn niet tekeer gegaan en die horen de bel. Ik niet, maar hun bel. En ze zijn niet tekeer gegaan, dus ja. Dan is het nog van gisteren dat ik op visite was. Ja, zij is ook dus tekeer gegaan. En dat is de apotheek geweest, want er lag een briefje in de brievenbus. Dus daarom moet ik het zelf even ook gaan halen. En ik heb het wel nodig, want ik heb nog maar 1 capsule voor mijn inhaler. Dus ik moet ze halen. Maar dan komt het wel goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, ik neem jullie gewoon hier en daar. Ja, dat gaat toch niet. Ik mag dat toch niet filmen. Dus ik heb jullie sowieso altijd mee. Want het is tegen mijn telefoon, hè. Ja. Maar oké, okay, het is hier weer triest, somber, grijs, grauw weer. Het was net nat. Het niezerde, de poort was nat. Maar die is nou weer droog, zowat. Dus ja, we gaan er gewoon voor. En... lekker even lopen, de frisse lucht in. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van je dag en doe het met een lach. Ik hoop dat jullie het kunnen waarnemen en kunnen horen. Maar de bomen zitten vol met ja, zwarte vogeltjes, mereltjes, weet ik veel. En aan het kwetteren en aan het doen. Ze zijn met elkaar helemaal gesprekken aan het voeren. Ik zal zo meteen even stil zijn. Ik zag een duifje zitten, maar ik zie hem niet. Even uitzoomen. Ik zie het wel wezen niet zitten. Mijn blote oog wel, hè.
Maar ik zie hem niet, met de camera niet eens. Kun je nagaan. Mooi gehoor. Maar het mis het, dat we gaan er weer door. Goedenacht, goedemorgen, goedenavond, weet ik van wat ik zeggen moet. Het is 2:15 bijna. Die heeft het al zo laat, maar de computer heeft het 2:14. Ik zeg tegen jullie allemaal, welterusten, slaap lekker met mooie dromen en gezond weer uit jullie bed zien te komen. Ja, ik had veel eerder willen filmen weer, maar ja, ik was weer druk bezig en in mijn hoofd, dat wil allemaal niet helemaal, nee. Maar oké, ik ga weer proberen te slapen, kijken of dat lukken wil. Morgen rond 1:00 morgenmiddag komt onze Stefan weer. De meisjes die leggen lekker op de bank. Kijken of we dat zien kunnen. Oh ja. Ja hé. Wat tikkie. Boefies. Maar oké, ik heb mijn oorbellen er al uitgedaan. Die liggen ook weer op mijn bureau. Want met die oorbellen kan ik dus niet slapen. Nee, dan gaat het hem niet worden, hè? Nee. Dat lukt niet. Nee. Dat moet me niet. Met de knopjes gaat wel, maar daar gaat het niet mee. Maar oké, lieve vrienden. Ik kan ook niet met mijn kettingen omslapen, want dan ga ik trekken. En nee, dat moet me niet. Ik heb het gevoel dat ik strot. Nou ja. Dat is nog niet nodig, nee. Dus zoals ze zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie nachtrust. Slaap lekker, met mooie dromen. Morgen weer gezond uit je bed zien te komen. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!